dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van NEC TV. Straks zie je een Omvlee ontmoet wat het NEC-gevoel is van Danny Hoekman. We kijken ook naar het verslag van de verlengingsavond en hoe belangrijk goede voeding is voor sporters. Zondag 27 april, dan speelt NEC thuis tegen FC Twente. En daarna wacht nog een duel tegen Ajax. The best chance is home against Twente. If you give 100% and make life hard for them, then I think we can get the win also. In de Classic zie je een compilatie van eerder gespeelde wedstrijden. Deze week ontmoet ik Danny of Arabia. NEC is linksbuiten van de 20e eeuw die als trainer werd en wordt bekeerd door sheiks uit het hele Midden-Oosten. Als golfer maakt de clubman een uitzondering op de regel: laat je club nooit zakken. Waarom staan we op de golfbaan? Ik denk op de eerste plaats dat het een hele mooie locatie is, zeker met het weer. En golf is na voetbal mijn tweede passie. En bepaalde elementen van de golfsport kan je wel eens vergelijken met het voetbalspel. Een drive van 200 meter kan je misschien vergelijken met het gevoel wat het creëert als je dat lukt met een fantastische crossbal over 40, 50 meter. Je hebt nog samengespeeld met Anton Jansen. Dat klopt, ja. En nu als trainer heeft hij het erg moeilijk. Leid jij een beetje met hem mee? Nou ja, op zich leid ik met iedere trainer mee en die in deze situatie, een dergelijke situatie terechtkomt. Hè. Voor een trainer is dat natuurlijk vervelend, maar niet alleen voor de trainer, ik denk voor de hele club, voor de supporters, voor iedereen die begaan is met NEC. In hoeverre raakt dat jou dan, de situatie van NEC nu? Ja, net als iedere Nijmegenaar ben je natuurlijk erg betrokken met de NEC. En de situatie die er nu is, dat de club na zoveel jaar op het punt staat van degraderen. Ja, dat gaat je raken. Hebben we nog een kans, denk je, om via de na-competitie te ontsnappen? Rechtstreeks de degradatie, daar geloof ik sowieso niet in. Ik denk dat het helaas van Roda het geval is. Hoe het er nu naar uitziet, zal het wel na-competitie worden. Maar dan verwacht ik toch dat NEC sterker is dan de ploegen die ze gaan treffen. Heb jij nog de droom misschien om ooit hoofdtrainer te worden bij NEC? Ik had wel een droom als voetballer. Die had ik heel sterk eigenlijk van kinds af aan, om profvoetballer te worden. Als trainer heb ik dat, hoe raar het ook klinkt, heb ik dat eigenlijk nooit gehad. En een bepaalde focus of een bepaalde droom. Herken je dit nog? Ja, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Hè? Ik denk 93, 94 ongeveer, dit. Dit is 93, 94. Ja, volgens mij is dit het shirt waar we ook in promoveerden. Oh, en een kans voor Lok, Hoekman en dan goed werk van Der Sar.
Maar wat was NEC dichtbij een voorsprong van 0 tegen 2. Kijk maar, Lok net even te laat en is daar Hoekman. Hoe kijk jij terug op de NEC-tijd? Ik kom natuurlijk uit Nijmegen. En als je dan bij jouw club, Willemskwartier, als je daar je debuut kan maken in het betaald voetbal. Dat is voor mij, ik denk misschien eigenlijk wel voor iedere speler, het mooiste wat er is. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment naar West Ham United kon. En daar had ik altijd tal van redenen wat ik denk van, nou ja, ik zie er toch allemaal eigenlijk een beetje vanaf. Hè. We waren net gepromoveerd en ik wilde heel graag met NEC Eredivisie voetballen. En dat had ik ook weer geen goud willen missen, want ik was eigenlijk net doorgebroken. En dan alweer zo snel weg. Dat is eigenlijk misschien een nadeel van het feit dat jij dat je sportieve mogelijkheden op dat moment verder lagen bij NEC. Liever had ik eigenlijk nooit weggegaan bij NEC. Maar de sportieve mogelijkheden waren veel verder, hè, voor mij. En in de situatie waar NEC verkeerde op dat moment, hè, de eerste divisie, eredivisie, ja, dan word je eigenlijk gedwongen om de club al vrij snel te verlaten. Terwijl dat hier van binnen wilde ik dat absoluut niet. Wat pik jij eruit aan de mooiste momenten? In het begin natuurlijk, als je dan net bij de selectie komt, je bent 18 jaar en je kan Europa Cup meemaken met Bram Berg en Barcelona natuurlijk. Dat is een hoogtepunt in de geschiedenis van NEC. In Camp Nou gespeeld? In Camp Nou gespeeld, ja. Thuis had ik helaas de waterpokken. De tweede periode, wat natuurlijk ook altijd bijblijft, is dat je... Het is eigenlijk een beetje identiek, hè. NEC was toen nog steeds dezelfde club, wat tussen de eerste divisie en de eredivisie bivakkeerde. En op dat moment was het ook weer het feit dat we weer promoveerden. Bekerfinale halen via de historische overwinning op Ajax in de halve finale. Hoekman, goede beweging van Wonderen. En dan een overtreding. Vrij schop zo dadelijk voor NEC. Hebben we 8 minuten ruim gespeeld. En Hoekman gaat hem nemen. En Lok houdt hem in de gaten. En dat doet Rijkaard ook. Ja! En die gaat erin. Volgens mij was er ooit de eerste keer in de geschiedenis dat NEC van Ajax won. Hè, met de competitiewedstrijd erbij. Dus ja, dat zijn natuurlijk hartstikke mooie momenten. Dennis, jij kan jezelf onsterfelijk maken. Jij mag voor je vader schieten. Ja. Want zijn linkerbeen is niet meer helemaal top. Voor de Bikkeltje bowlingbokaal. Ja? Zet hem op, hè. Twee. Heel goed. De eerste beurt. Beurt 2, daar gaat hij. Schiet zover. Klasse. 1, 2, 3, 4, 5. Je staat op 7 nu. Het linkerbeen geërfd misschien wel van je vader. Ik wil je niet al te zenuwachtig maken. Maar degene die bovenaan staan, dat zijn Jack de Gier en Patrick Pothuizen met 11. Nog een keer 5. Ai, 8. Heel goed gedaan, kerel. Volgende week duik ik in de wereld van een voormalige superboer die uitgroeide, dames, tot Goffert Gabber. Onder het motto, wie de handschoen past, trekken hem aan. Petersen. Overmars. Alsnog Overmars. Wat de momenten daar bij die goal van doelman Broekhuis. De voetbalacademie van NEC FC Os houdt zich niet alleen bezig met de voetbalkwaliteiten van de jeugdspelers. Ook op goede en verantwoorde voeding wordt goed gelet. Wat je allemaal wel en beter niet kunt eten als voetballer is vooral een kwestie van bewustwording. Vandaar dat de jeugdspelers 2 workshops volgden over bewustwording van voeding. Ik denk dat het belangrijkste is dat ze zelf bewust zijn van de keuzes die ze vandaag gaan maken hier in de supermarkt. En wat dat betreft valt ze nog een hoop bij te leren over welke producten ze kunnen kiezen. Veel weten dat pasta bijvoorbeeld goed is, maar er zijn ook heel veel alternatieven voor pasta, dus daar kunnen ze nog een hele hoop leren. Voor de eerste workshop mochten de spelers van de B1 naar de supermarkt. Met een budget van €15 moesten zij proberen een maaltijd samen te stellen die verantwoord zou zijn voor of na een wedstrijd. Nou, voor wat ik gezien heb, maken ze de goede keuzes. Het is even zoeken van pak ik een diepvriesproduct of pak ik nou een vers product. Pak ik de voorgesneden groente of pak ik de verse groente. Dat zijn wel goede overwegingen die ze moeten maken. En die het voor hen wat makkelijker maakt om een keer een maaltijd te bereiden natuurlijk. We moesten een Aziatische roerbakgerecht maken. En daarvoor hebben we gekeken voor aantal koolhydraten en eiwitten. Want het is voor na een wedstrijd en ja, dat is belangrijk. Nou, dan hebben we gekozen voor kipfilet. Er zitten veel eiwitten in, die dus herstel goed voor je spieren. Daarbij hebben we zilvervliesrijst gehaald. Er zitten koolhydraten in genoeg. En ja, dat is natuurlijk ook gewoon goed voor het herstel.
En uiteindelijk hebben we ook nog groenten erbij gehaald. Want ja, dat is natuurlijk ook belangrijk voor je. Er zitten ook koolhydraten in, ook wat eiwitten. Ja, en dat is dus goed voor het herstel. Later op de middag deden de spelers van de A1 mee aan de kookworkshop. Mede geleid door een chef-kok van een wellnesscenter uit de buurt. Daarin kregen zij voorgeschoteld hoe ze de door de B1 verzamelde producten moesten bereiden. Wat is het belangrijkste wat u ze gaat leren? Stap 1 is verse ingrediënten gebruiken. Ze zijn geneigd om makkelijke ingrediënten uit de supermarkten zo in te kopen en op te eten. Vooral bij sportvoeding komt natuurlijk een stukje ingrediënten kijken met voedingsstoffen die ze ook nodig hebben. En dat is een stukje wat we nu wat willen verbeteren om ze te laten zien wat ze met gezonde producten, ook een lekkere maar eenvoudige maaltijd kunnen bereiken. Wat vind je er nou van zo'n middag als dit? Leer je daar nog wat van? Of? Ja, zeker leer je ervan. Leer wat gezonde voeding is, hoe je moet koken, hoe je het beste kan koken. Ja. Tuurlijk, leer je altijd van zo'n dag. Ik kook altijd. Serieus? Ja, serieus. Wat? Na de training of zo. En waarom doe je dat? Ja, ik moet. Ik moet lekker eten. Ik moet gezond eten. Normally in our country, we use it more from the rice with the chicken. Normally we use it from the chicken. Or... Hot also? Ja, exactly. Ja, ze doen het zoals je ziet netjes en ze zijn hartstikke mooi aan het snijden. Ze vinden het ook leuk, hè? Ja, en dadelijk helemaal als ze het op kunnen eten, want ik denk dat ze al hongerig zijn. Ondernemerssociëteit Regio Nijmegen en NEC hebben onlangs in Club Matrix in Nijmegen een verlengingsavond gehouden. Eens in de 3 jaar kijken beide partijen samen vooruit naar de samenwerking. Het doel van de bijeenkomst was om de businessclubleden ertoe te bewegen contracten te laten tekenen, het liefst voor 3 jaar. De presentatie was in handen van vader Evert en dochter Carrie ten Napel. We zitten op dit moment in een moeilijke periode en niks is zo belangrijk dan supporters en onze zakelijke klanten. En nou, dit zijn supporters en zakelijke klanten. En ik heb al eerder gezegd, het is bepalend dat we nu Eendracht laten zien. En daarom is deze avond belangrijk, buiten dat het gezellig is, dat we ook uitstralen met z'n allen, dat we dicht bij elkaar blijven. Ja, supporters zijn cruciaal, maar sponsors en partners minstens zo belangrijk dus. Ja, absoluut. Nou, supporters en partners en zakelijke klanten lopen vaak door elkaar. Want ik ken hier veel mensen die komen voort uit bijvoorbeeld vak H of vak F. En ik ken weer heel veel mensen die aan de overkant zitten die ook een businessstoel hebben. Dus het is support als een heel breed begrip. Dat zijn zowel onze zakelijke klanten als de mensen die in de rest van het stadion zitten. En dat hoort allemaal bij een volksclub. Tijdens het uitgebreide avondprogramma werd er onder meer een overeenkomst getekend met een modeonderneming. Wij zijn op zoek in Nederland naar een platform om onze naamsbekendheid te kunnen vergroten. En ons bedrijf is vanuit de aard een bedrijf wat heel veel met sport bezig is. Ons moederbedrijf sponsort al een aantal jaren grote voetbalclubs. Formule 1 hebben we al gesponsord. Dus wij waren in Nederland op zoek naar een voetbalclub waarmee wij een samenwerking aan konden gaan. En er zijn natuurlijk heel veel voetbalclubs in Nederland. Maar we waren op zoek naar een partnership, naar een club waar sponsoren meer is dan een traditionele. En dat hebben we bij NEC gevonden, een club met passie. De overeenkomst houdt in dat wij de club met kleding gaan voorzien. Dus het is een zogenaamd kledingsponsorship. Het team gaat in zonder kleding lopen. En daarmee eigenlijk ons bedrijf naar buiten toe een stuk presenteren. En wij hopen natuurlijk daarmee een ontzettend mooi uithangbord te gaan krijgen. Dit was NEC TV. Tot de volgende keer.